Running through this maze of emotions. In 2013 won ze The Voice Kids en leek ze een zonnige toekomst tegemoet te gaan. Maar de 19-jarige zangeres kreeg te kampen met een zware depressie. Gisteren maakte Laura van Kaam haar comeback. In een uitverkochte Drufabriek genoot ze van haar eerste optreden sinds lange tijd. Ongelooflijk veel adrenaline door mijn lichaam. Ik voel me echt te gek. Dit is gewoon wat ik mijn hele leven wil doen. En Laura moest van ver komen. Ik heb het echt heel zwaar gehad. Ja, zoals ik in de show ook al zei, ik kon niet eens zelf douchen. Ik was zo zwak en dat alleen maar van een psychische ziekte. En ik ben echt, als ik heel eerlijk ben, heel bang dat dat nog een keer gaat gebeuren. En ik denk ook wel dat een depressie altijd deel van mij zal maken. En ik denk dat het juist het belangrijk is dat je ermee leert omgaan. Een depressie kan een dodelijke ziekte zijn, hè? Dat onderschatten mensen vaak. En ik ben zo blij dat ik hier toch sta, dit toch heb kunnen doen. Ja, heel trots op mezelf.